Goedemorgen. Goedemorgen. Vandaag is het D-Day. Namelijk, de camper die is afgelopen vrijdagmiddag aangekomen. Sterker nog, we hebben het schip mogen verwelkomen. Dat zie je hier. Een heel eind. Maar dit is hem. Our ship. I'm pushing it to the edge again. Again, time will pass my innocence. I look at you, I see everything. Nu, ja, toen was het natuurlijk weekend, dus konden we helaas niet zoveel doen. Dus ja, nu is het maandag en nu kunnen we eindelijk aan de slag met de camper uit de haven halen. Ja, ik moet eerlijk zeggen, de zenuwen die zitten er bij ons beiden. Ja, zeker. Lekker in. Want ja, het is toch wel spannend hoe zo'n procedure werkt. Het is voor ons allebei de eerste keer. Ja, het is ook best wel een stappenplan. Volgens mij in totaal iets van 7-8 stappen die we nu nog moeten doen. Ja, we gaan eerst naar de zogeheten forwarder. De contact met het bureau wat we in Antwerpen hadden. En dan gaan we een aantal documenten ophalen. Dan gaan we eerst naar de douane. Ofwel de aduana hier. Daar gaan we douane dingen doen. Geen idee precies wat. Douane dingen. Mensen omkopen. En dan moeten we, nadat we de douane dingen moeten naar het ANP, daar moeten we betalen. En dan terug naar de douane, want dan kunnen we dan laten zien dat we betaald hebben. En dan gaan we verder de douane dingen doen. Ja, en als het goed is daarna mogen we de haven in en mogen we in ieder geval brutus gaan bekijken. En hopelijk ligt alles er nog in, want dat is altijd ook nog een vraagje. Ik bedoel, ze hebben gewoon de sleutels, dus in principe, ja, weet je, hij staat ook gewoon 30 dagen op een boot en ze hebben tijd genoeg om dingen weg te nemen. Dus hopelijk is dat niet gebeurd. En we gaan het zien. En we gaan het zien. Op dus naar Kama. Op naar de eerste stap, Kama. Let's go. Hallo. Goedemorgen zijn we weer. We hebben net 2 stappen afgerond. Eerst bij de forwarder de documenten opgehaald. En daarna voor de douane het inschrijfformulier. Dat is helemaal online ingevuld voor zowel de motor als de camper. Dus dat is fijn. Het duurde een uurtje. En nu gaan we op naar de douane. Die vlak bij de haven zit. Ja, we zien de haven al liggen. We willen stiekem even zitten kijken van, zien wij Brutus ergens staan? Maar nog niet, dus misschien straks. Op naar de douane. Tjala. Hey, hallo. Nou, we hebben de inklaringskosten hebben betaald. Dus we gaan nu weer, ja, letterlijk naar de overkant, naar de douane. Om de inklaringspapieren op te halen. En daarna, als het goed is, toegang tot de haven. En dan kunnen we bloeds gaan halen. Daar zijn we weer. Ciao Bella, como estás? En hoe ging het tot nu toe, Michiel? Want we hebben net Brutus even gezien. Ja, maar die mochten we maar heel even zien. Want toen we vroegen, mogen we hem ook meenemen? Toen zei hij, no. No SBM. Want we waren blijkbaar weer een of andere stap overgeslagen. Dat was namelijk een bewijs krijgen vanuit de haven zelf dat je hem ook mee mag nemen. Dus die hebben we nu. En nu lopen we weer terug naar Brutus. Ja. En dan hopen we hem dit keer echt mee te mogen nemen. Ja, daarna moeten we trouwens nog naar die boekenboos office. Want daar doen ze nog een check of die is zoals die moet zijn. Hè? Of bijvoorbeeld geen onderdelen af zijn gevallen. Want dan kan je later eventueel aanspraak maken op een verzekering. En als ze die check hebben gedaan, dan mogen we volgens mij officieel wegwezen. Jongens, we hebben zicht op Brutus. We hebben hem gespot in de haven. Beetje emotioneel. Heb jij ook traantjes in je ogen? Ja? Zal ik zo even? Brutus! Brutus! Dikke love! Scooter zit er nog op in ieder geval. Dus laten we even gaan kijken. Hey lieverd.
Hey. Zie ik nou dat jij weer in Brutus rijdt? Ja, dat wel, maar een beetje Sip en Michiel hier, want ze hebben dus ingebroken in de camper, eigenlijk waar we al bang voor waren. En wat ook al regelmatig gebeurt, is dus ook bij ons gebeurd. En ze hebben een hoop dure spullen meegenomen. Bijvoorbeeld onze trekkingtent, gereedschap. Ja, allerlei dingen in ieder geval waar we hele leuke plannen mee hadden en die dus hartstikke voedsel zijn. Dus dat is wel even balen. We gaan kijken of het verzekerd is. Maar ja, het is wel even een bittere pil om te slikken dat je zoveel kwijt bent. En dat er ook gewoon mensen zijn die dit doen. Maar weet je, we hebben Brutus. En ik hoop dat die mensen heel veel plezier hebben van een tent. En dat ze maar dat ze erin gaan overnachten en dan geraakt worden door een donderstraal of zo. Dus kijken maar. En waar gaan we nu heen? We gaan nu naar het laatste stopje om. Eigenlijk wat we daar precies moeten doen, dat weet ik niet, maar we moeten ons even melden dat we de haven uit mogen. En dan mogen we weg. Dat is het meest rare ding wat ze gejat hebben, het meest raarste ding wat ze gejat hebben, dat is de kentekenplaat van de scooter. Waarom je dat zou stelen? Geen idee, maar ze hebben het wel meegenomen. Oké, nou laten we dan maar... Ja, verder gaan. En je ziet ons vanzelf weer. Doei, doei. Doei. Hey, hallo. Zijn we weer. Zijn we weer. En zoals je ziet glimlachen we in ieder geval weer. Ja, want we hebben Brutus. En dat hadden we natuurlijk in de vorige take ook al. Maar we zijn nu geland bij La Chacra Hollandesa. Zullen we even laten zien hoe dat eruit ziet. Gewoon een varken en die heet Schnitzel. Hoe laagisch is dat? Zo dus? Ja, en we zijn ook een beetje eroverheen gekomen dat er zoveel gestolen is. Eigenlijk zitten we er nu in. We zijn blij dat Brutus er is, dat die heel is, dat de scooter er is. We hebben een kentekenplaatje gefixt. Laat nog maar eens even zien hoe dat eruit ziet. Ja, ik zal je even meenemen. Nou, dat is toch gewoon net echt, of niet? Zeker. We gaan nog wel even vragen of iemand in Nederland een plaatje voor ons kan maken. Maar dan moeten we het kentekenplaatje voor opsturen. Maar we zijn lekker mobiel. We hebben hier Brutus op het kraamp. Helemaal goed?